Welkom bij Janneke en Leni. Op pad voor VNVZ Limburg. We staan in het Carré. Grapje, we staan in het V&D-gebouw in Sittard, waar de komende maanden een expositie is over het leven van Toon Hermans. Wij krijgen een sneak preview voor de grote opening van vanavond. Yes. Doei! Hij was niet alleen een bekend cabaretier, maar ook een zanger, een dichter en een schilder. Ja, en wij zijn op dit moment op zijn favoriete plek, de Mediterranee. Zo blauw, zo blauw. Zo blauw. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Toon Hermans werd rijk geboren als zoon van een bankdirecteur. Maar toen die bank failliet ging, bleef de familie Hermans berooid achter. Ja, maar Toon was gek op het circus. Dus kroop hij geregeld stiekem onder het tentzeil door van het circus. Om toch van de show te kunnen genieten. We staan onder een geluidsdouche. Als je hieronder komt staan, dan vertelt Toon je een verhaaltje. Jesus. Met mijn spray om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of 8 neuten. En naast hem stond Pieter mijn knecht. Maar dat was helemaal geen Pieter mijn knecht. Maar stond de Jo. De rode neus was heel belangrijk voor Toon, want hij beschouwde zichzelf echt meer als een clown. Ja, je kunt de Belevingsexpo nog bezoeken tot en met 31 december hier in Sittard in het V&D-gebouw. En je leest er alles over in onze blog. En die vind je hierboven. Doei! Doei!